We hebben geen beelden van de training van vandaag. Vitesse trainde vrijdag namelijk in Gelredoom met het dak dicht en achter gesloten deuren. Het was de eerste veldtraining weer na de bekerwedstrijd tegen Heerenveen. Woensdag hadden ze vrij en donderdag trainen ze niet zoals gebruikelijk op het trainingsveld. Ja, woensdag stond sowieso een vrije dag gepland, dus die hebben we ook laten staan. De omstandigheden hier hebben ons wel gedwongen om donderdag elders te trainen. We zijn indoor wezen trainen met die jongens. Ja, de Wednesday was day off, but yesterday we was together. We trained together on the cycling and that was good also. I think it is good recovery because when you have three games in the 1 week, you cannot train hard, you know, when you have three. So I think it was good decision for trainer and we train hard also. Het kwam vandaag extra goed uit dat Vitesse in Gelredoom trainen, omdat het buiten, net als eerder deze week, echt winterweer was. En met sneeuw op het veld is het niet alleen lastig trainen, maar ook lastig autorijden. Zo ondervond Gio eerder deze week op Papendal. Ja, is de. Ja, really, that was my fault because it was really frozen the way. So I was coming and I started to move a little bit left side, so I cannot do nothing. And after I make accident the tree. So, but it's a little bit funny. But in this moment was really bad for me because I put my head also in Guram also and we had a little bit pain after, but yeah, it's happened, so it's nothing. And your car? My car, they are working about my car and now I have other car, so I will wait when they give me back. Gelukkig viel het ongelukje dus mee. De Vitessenaren kijken nu vooral uit naar aankomende wedstrijd tegen NAC Breda. De maand januari heeft ze weinig geluk gebracht en daarom is het volgens hun de hoogste tijd voor de ommekeer. De grote vraag is, gaat die zaterdag komen? Ja. Ik ben stellig. Ja, ik kan niet anders, ik wil niet anders. En uiteindelijk zullen we er ook voor moeten zorgen dat we datgene gaan doen wat we willen. En dit soort situaties waarin je zit als Vitesse zijnde, dat je drie wedstrijden achter elkaar verloren hebt, kun je ook alleen maar doorbreken door een overwinning. En nogmaals, wij moeten zorgen ervoor morgen dat we thuis tegen NAC die drie punten hier houden. I think now we have to forget these three games and we have to thinking about after we have to tomorrow we have game against Breda, so we start to change everything and we have to take first 3 points in this year, and I think we can do it because it's good feeling in the team now and everyone understands it was a really bad three game this, but now we have to forget it and we have to think only about the good things. Guram Kasia, afgelopen dinsdag nog geschorst tegen Heerenveen, keert weer terug bij de selectie. De kans is groot dat Van der Brom zijn elftal iets gaat wijzigen ten opzichte van afgelopen dinsdag. En is Van der Brom er al uit hoe hij zaterdag gaat spelen? Ja, dat zal niet best zijn als dat niet zo was. Dus, maar die hou ik in mijn hoofd. Ga je niet delen met mij? Nee, zelfs niet met jou.